Elektronica blijft een delicaat gebied blijkbaar en RTBF heeft nog altijd moeilijkheden, grote moeilijkheden met de straalverbinding vanuit het Astridpark hier naar de Rijerslaan. Vandaar dus radio voorlopig open we en geen televisie. En ik zou nu met een april grap kunnen beginnen, de zoveelste vandaag. En nu zeggen dat de schotten op dit ogenblik, en we spelen precies 11 minuten en 29 seconden, 0-2 voorstaan. Maar dat is niet het geval. De stand op dit ogenblik is België 1, Schotland 0. 3 minuten geleden werd Klaas op de rand van het buitenspel weggestuurd. Die ging kalm op doelman Leten af en vanuit een schuine hoek schoot hij laag binnen. Groot enthousiasme hier in een bijzonder goed gevuld Astridpark. De Belgen helemaal in het rood en dus, dat weet hij al uit de krant, zonder Keulemans, zonder Gerrits en zonder Jansen. Maar we mogen nog niet klagen, want de Schotten hebben ook 4 van hun sleutelspelers die er niet bij zijn. De verdedigers Allan Hansen en Miller, de bekende middenvelder die bij Manchester United speelt, Strachan, en dan de voorspeler Cooper. Zo dus op dat gebied staat het zowat gelijk. Dus Frankie van der Elst opnieuw in de ploeg na een lange afwezigheid, maar dan als defensieve middenvelder op de plaats. Ik ben even aan het rondkijken op de plaats van Pier Jansen. De zoveelste vrije trapper zijn er al heel wat geweest. In de plaats van Keulemans, eigenaardig misschien voor velen, Van den Berg. Die speelt dus teruggetrokken achter de twee spitsen. Die spitsen zijn De Smet en Nico Klaassen. Het terrein van Anderlecht helemaal droog, maar dan ook heel, heel hobbelig. Een wedstrijd, en dat hebt u waarschijnlijk ook al gelezen vandaag in de sportbladzijde van uw krant. Een wedstrijd op leven of dood voor beide ploegen. Wie hier vandaag verliest, is definitief uitgeschakeld voor de eindronde van het Europees kampioenschap voor landenploegen. Dat staat zo goed als vast. Bijzonder dat dus Bulgarije in de laatste minuut van zijn wedstrijd tegen Ierland een doelpunt scoorde en daardoor de wedstrijd wint. Oh la la, het is 1-1. Uit de lucht gevallen, zoals men dat bij de Schotten kan verwachten. Jim McStay van Celtic. Plots een heel ver voorzet van op de zijlijn. En die ging over het hoofd van de hele verdediging. En wie kwam daar dus oprechts aangestormd? McStay. Kopstoot naar de grond. Hindoe naast de paal. Jean-Marie had geen enkele kans. En het staat hier dus na minder dan een kwartier 1-1. En dat is bij de tweede gelegenheid dat de Schotten doordrongen in ons strafschopgebied. Klaassen op het ogenblik daar. Maar die geeft die bal net iets te hoog en over de lat. Toch even rood met geel verward. En wanneer die dan zijn twee spelers ziet op elkaar invliegen en er blijft er één liggen, moet dat wel wat betekenen voor hem. Het ogenblik spelen de Schotten de bal rond. Hij is bij linksachter Malpas, die zet hij zeer diep. McCoist is daar. Dus de twee spitsen zijn niet van wat ik zou zeggen het stereotype Britse type. Groot en sterk. Zowel Sturk als McCoist zijn van kleine bewegelijke type. Maar ze zijn overal snel naartoe, ze zijn technisch vaardig. En een Schotse journalist beweerde dat het 2 jaar geleden is dat een striker een puntspeler nog heeft gescoord. Voor de Schotten, ze hebben weinig gescoord, maar 1 doelpunt in de Mondiaal. Dat was dan door Strachan. En Frankie van der Elst met wat zenuwen, denken we toch. Opnieuw een voorzet in de voeten van een Schot en dan met de bal over de lijn. Ja. Abome meldt mij dat er dus beeld is en dat zal het
voor mij heel wat makkelijker maken en voor u heel wat beter om dat gebeuren hier te volgen. Jim Leighton die uittrapt, dus om alle verwarring nog eens te vermijden, de schotten in het geel. Onze rode duivels in het rood. Goff aan de bal, dus de ploegmaat van Klaassen.